Het 12e seizoen van Wie is de Mol gaat donderdagavond van start. De 10 kandidaten van dit jaar worden niet bepaald getrakteerd op een zon-, zee- en strandvakantie. In de eerste aflevering reist het stel namelijk af naar IJsland. En die bestemming was iets minder rooskleurig dan dat ze hadden gehoopt. Want het was daar heel erg koud. Ik heb zo'n hekel aan het koud hebben. Dus wat dat betreft, ja, ik had ook qua kleding er helemaal niet goed genoeg op kunnen rekenen. Ik ben niet zo van enorme hittes en zo, dus ik hoef niet per se naar een warm land. Dus ik was eigenlijk wel heel blij, ja. En hoe beviel dat? Nou, het beviel misschien iets minder dan ik dacht in het begin. Omdat het was echt heel koud en heel veel wind en dat was gewoon niet geinig meer. Het was ook een soort van schok om daar aan te komen. Ja, iedereen had natuurlijk gewoon van, ja, laten we gewoon naar Brazilië gaan of ergens anders waar het heel erg warm is. Maar het was er heel erg koud. Je doet mee aan de Mol omdat je op televisie natuurlijk hebt gezien dat het een fantastisch programma is. En ook dat ze altijd naar geweldige mooie locaties gaan in heerlijke landen. Lekkere warme landen. Zuid-Amerika, Azië, spannende landen. Ja, en dan zit je in seizoen 12 en dan hebben ze besloten om naar IJsland te gaan. Ja, dat is wel even slikken natuurlijk. De kandidaten houden wel van een goed spelletje poker. En dat leek ook de beste voorbereiding voor Wie is de Mol. Met poker zou je het wel een beetje kunnen vergelijken. Je moet de hele tijd 3 stappen voordenken. Of de hele tijd, als iemand jou iets vertelt, denken, wat voor belang zou diegene erbij kunnen hebben dat hij mij dit nu vertelt? Nee. Probeer je erachter te komen of ik echt een pokerface kan houden? Misschien. Is dit je pokerfeest? Dat zou kunnen. Oké, heel goed. En wat is dan je pokerfeest? Ja, die heb ik sowieso al schijnt. Dus daar hoef ik niet eens aan te werken. Ideale mol. Ja, ideale mol gewoon. De eerste aflevering is donderdagavond te zien op Nederland 1. Naar rechts! Ja, er zijn hier van die dingen. Oké, prima. Loop maar rechtdoor. Maar als je dan maar straks rechts aanhoudt. Op hoeveel stappen ben ik nu ongeveer? Schat, ik moet er omheen lopen. Nee, maar je moet nu stoppen met tellen, eromheen lopen en verder tellen. Ja, jullie waren ook aan het tellen, toch? 40 ongeveer, dankjewel. Nee, oh schat, je moet wel zelf tellen. Laat me met rust.